Dinsdag 18 december staat er weer een gemeenteraadsvergadering gepland. Een vergadering met een gewone agenda. Inspreekrecht bonus, bespreekstukken, hamerstukken en natuurlijk de welbekende moties. Maar gaat dit wel een gewone vergadering worden? Kan dit wel een gewone vergadering worden? Met het aftreden van wethouder Van Liemt is er een onduidelijke politieke situatie. In hoeverre gaat dat invloed hebben op de besluitvorming? Op de agenda van deze raadsvergadering staat onder andere het bestemmingsplan Zorg-Weteringlaan, het integraal veiligheidsplan en de belastingverordeningen 2019. Neemt de raad beslissingen op inhoud of wordt het een politiek spel? Een vuurwerkvrije zone staat zeker niet op de agenda. Maar onze verwachting is wel dat het vuurwerk in Stichtsevecht eerder is dan Oudejaarsavond. Wilt u daar het antwoord op weten? Kijkt u dan 18 december naar Rondom de Raad. Want u weet het. Rondom de Raad, dicht bij de politiek, dicht bij u.